Zoals je merkt hebben we een prachtige nieuwe frisse intro. Deze zul je voortaan aan het begin en het eind van elke how-to tegenkomen. Met dank aan de makers Ilona en Michel. En dan gaan we nu beginnen met deze nieuwe how-to over Gmail. Je kunt je inbox in Gmail op verschillende manieren inrichten. Zo kun je bijvoorbeeld slimme functies en personalisatie inschakelen en het inboxtype bepalen. Deze opties en nog een aantal komen aan bod in deze how-to. Ik ben ingelogd op Gmail. Je inbox kun je aanpassen in de instellingen die je via het tandwiel kunt openen. Onder inbox zie je dat je slimme functies en personalisatie kunt inschakelen. Dit zie je overigens alleen als je dat nog niet hebt gedaan. Als je dat doet, worden bijvoorbeeld e-mails automatisch gefilterd in verschillende inbox-tabs. En kun je afspraakgegevens uit een e-mailbericht gebruiken om deze snel in de agenda te kunnen plaatsen. In dit account is dat nog niet gebeurd. Je ziet hier bijvoorbeeld dat je hier niet kunt kiezen om belangrijke e-mails, die geef je zelf aan, als eerste te laten weergeven. Dat kan wel als het wel is ingeschakeld. Dat zien we in dit account. En hiermee ga ik ook verder. Onder inboxtype kun je aangeven welke berichten je eerst wilt zien. Belangrijke eerst. Of ongelezen. Of met ster. Het inboxtype standaard kun je aanpassen. Je kunt tabbladen selecteren die je wilt zien of uit beeld zetten. Dit is de standaard. Als hier een vinkje staat, ben je er zeker van dat berichten met een ster altijd in het tabblad primair terechtkomen. Sommige berichten komen in een verkeerde tab terecht. Als je dit bericht een ster geeft, komt het ook automatisch in de tab primair terecht. Als je je prioriteitsinbox wilt aanpassen, kom je bij de instellingen. Achter inbox inboxsecties kun je diverse opties selecteren en eventueel een sectie toevoegen. Ik keer terug naar de snelle instellingen. Als je meerdere inboxen selecteert, is het leesvenster niet beschikbaar. Ook hier kun je instellingen aangeven. Ik keer terug naar de standaard. Onderaan kun je kiezen hoe je het leesvenster wilt zien. Dan moet je Gmail wel opnieuw laden. Als de gespreksweergave is ingeschakeld worden berichten die over hetzelfde onderwerp gaan bij elkaar geplaatst. Als je het wilt uitschakelen moet je ook Gmail eerst opnieuw laden. Tot zover deze how-to over het instellen van je inbox bij Gmail.